Het is wel veelzeggend natuurlijk dat tientallen jaren hè, en de liberalen gezegd van oh, er is te veel staat, te weinig staat en de winsten gingen naar de privé, te veel staat. En nu dat er grote verliezen zijn, is het voor ons, is het voor de belastingbetaler. En dus wat ik voorstel, als wij investeren... Moeten wij terug controle nemen om zo'n belangrijk instrument... En wat is controle en wel, in uw en wel, definitie? Ik vind het businessmodel van ons uh, Brussel National Airport is heel specifiek. Eigenlijk, hè. Dus in veel steden in Europa zijn die uh, luchthavens publieke eigendom. Even uh, uh, de, 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 airport, de ja. airport, maar eerst de airline. Nee, ik vind dat de twee gekoppeld ja. zijn. Want de winsten bij ons in België die zitten eigenlijk in de airport. De laatste vijf jaar heeft Brussel uh, Airport Company 342 miljoen dividenden uitgegeven naar buitenlandse kapitaal Vond. Dus ik stel voor dat er een nationalisatie is, oké, okay, van en Airlines, maar ook... Ook van de airlines. Ah, ja, dus je gaat want, dan de Duitsers ah, 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 vragen om ah, ah, dat te nationaliseren. Ah, 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 wacht. De, de airport is daar dat de winsten zitten. We gaan toch niet weer een nationalisatie doen van waar dat er verliezen zijn en geen nationalisatie waar de winsten zijn. Dus ik hoor <tus> meer en meer werkers van op de luchthaven zeggen laat ons gewoon de luchthaven terug publiek laten worden. Zoals in Frankrijk. Maar ook Brussels geboren. Airlines. En, en, en Brussels Airlines zeker en vast. Ik denk zeker en vast. We hebben dat nodig. Daar deel ik eigenlijk echt wel de is dat wij zo'n zo bedrijf nodig hebben. Maar ik vind wel, als je hoort, effectief dat de Duitsers 2,8 miljard winsten hebben geboekt verleden jaar. Dat hoofdaandelen van, de, van de, meneer Thiele, weet ik wel hoeveel dat zijn patrimonium is 15,3 miljard dollar. Dus je hebt mensen die tientallen jaren miljarden hebben gepompt uit de sector, en nu gaan zij niet terug meegeven.